Sporthal de Voordam vormde vanmorgen het decor voor de turninterland tussen Roemenië en België. Dit is tegelijkertijd een kwalificatiewedstrijd die in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Gymunie wordt gehouden. Vanmorgen was het de beurt aan de jonge turners en rond 12 uur vond er al een prijsuitreiking plaats. In de middag worden er ook wedstrijden gehouden. Dan komen de meest prominente turners aan bod. Ook zondagmiddag worden er belangrijke wedstrijden geturnd. Hieraan zullen 450 jongens uit verschillende districten deelnemen. Van gymvereniging OKK, die voor de organisatie garant staat, nemen er 8 leden deel aan deze wedstrijden.